Deze beschouwing die gaat over windenergie. Ik heb mij bezig gehouden met windenergie in mijn studententijd. En toen heb ik een berekening gemaakt om de hoeveelheid joule is de maat van energie, om de hoeveelheid joule uit te rekenen die je zou kunnen peuren uit een windmolen op het dak van de studentenflat. En dat was een flat van 17 verdiepingen. En wat je weet is dat bovenin waait het veel harder dan bij de grond. En het aardige waar ik toen mee ging rekenen, dat was een parabolische windmolen. Zo heet dat, denk ik. Het is heel simpel. Het is een ding met een verticale as. De windmolens die je nu ziet, die hebben allemaal een horizontale as. En die moet je op de wind zetten. Maar als je de as rechtop zit, dan maakt het niet uit waar de wind vandaan komt. Dat ding draait automatisch in de rondte als het waait. Zonder meer. Het leverde wel wat op, maar niet heel veel. En ja, we hebben toen met z'n allen gezegd van het is een linker soep om een windmolen bovenop een studentenflat te zetten. Want het geeft ook trillingen. Dat ding gaat vibreren. En je wilt natuurlijk niet een molentje van 1 bij 1 meter, maar een beetje molen. Met wieken, of nou wieken, dat zijn een soort van bladen, zullen we zeggen. Je kan het met van alles doen hoor. Ook met schoepen kan je ook gaan werken. Je kent die dingetjes wel, op daken van fabrieken of zo. Van die schoepen dingetje, bij stallen heb je het ook. En dan gaat de wind gaat er langs en dan gaat de dingen rond te draaien. En dan zuigt hij de lucht. Ik denk dat hij de lucht wegzuigt. Ja. Heb je een ventilator en die werkt op windenergie. En dat is dus ook een verticale as. Dat is volgens mij de oplossing, hoor. En dan het andere is dat als je zo'n windmolenpark hebt, hè, dan moet je die windmolens een heel eind uit elkaar zetten, omdat een windmolen, ja, die vangt wind. Dus die windenergie die komt tegen die windmolen aan, die wordt daar omgezet in die roterende energie en daar wordt elektra van gemaakt. Dan is die energie, die joules die in die windenergie zaten, die is dan omgezet in elektra. Dat betekent dus dat je daarachter, ja, als je daar ook een molen neerzet, ja, die heeft dan geen windenergie meer. Hè? Dus die molens moet je nog een eind uit elkaar zetten. En het is niet echt esthetisch. En er gebeuren ook ongelukken mee. En, ja, jij wil ook niet een elektromonteur zijn die niets anders doet dan door zo'n buis omhoog klimmen. Helemaal bovenin bent. En dan heb je die gigantische turbine. En je kan dan niet naar buiten kijken, dus je hoeft niet bang te zijn voor hoogtevrees. Maar het idee alleen al. Er is iets niet lekker aan, vind ik. Ik vind ze ingewikkeld. Te veel gedoe. Terwijl met een verticale as, als je een horizontale as hebt, dan moet die turbine, wat is een elektromotor, een dynamo, dan is het dan.
Die dynamo, die zit dus bij die as. En die zit dus helemaal in het middelpunt van de windmolen. Die windmolen is een cirkel. En die cirkel, daar gaat die windenergie in. En dat oppervlakte, die cirkel, er zit halverwege die cirkel, zit de dynamo. En dat geheel wil je zo hoog mogelijk hebben. Dan heb je die enorme wieken. Maar als je nou werkt met een verticale as, dan heb je, stel je hebt een windmolen met een horizontale as, met een diameter wat hij dan pakte, zeg maar 10 vierkante meter of zo. Hè? Nou, denk je nou hetzelfde in, maar dan met een verticale as, die net zoveel windenergie afpikt. Hè? Die zal je ook willen verhogen, oké. Maar de dynamo, die zit dan onderin. Natuurlijk. Waarom zou je die dynamo aan de bovenkant van die verticale as gaan monteren? Dat is niet handig. Die dynamo, die zit onderin. Dat is een stuk makkelijker voor het onderhoud, zeg ik. En dan zit je wel met die trillingen die dat geeft. En je kan je voorstellen dat als je een verticale as hebt en je hebt dus van die schroepen eromheen zitten, dat het dat kan gaan piepen en knarsen, wat je maar wil. Daar moet je wel over nadenken. En aan de bovenkant moet daar denk ik een lager zitten. En hoe ga je dat lager stabiel laten zijn? Oh, daar moet je even over nadenken. Maar het moet kunnen. Ja, alles kan. En de grap is, als je nou ook nog beseft, hè, dat zo'n windenergie, noem maar windmolen, of naar verticale as, of horizontale as, die absorbeert windenergie. Dus dan heb je daarachter heb je minder windenergie. En dat heeft een voordeel. Want planten houden niet van wind. Daar zijn ze niet onbekend. Ja, tumbleweed misschien, maar normaal gesproken, planten houden niet van wind. Dus als je nou bij windenergie aan die twee aspecten denkt, dan wordt de vraag, is er een stuk ergens in Nederland waarbij het prettig zou zijn dat het er niet zo hard waait? Dat geldt bijvoorbeeld voor de provincie Groningen. Friesland. Nou, wat je dan kan doen, is dat je een muren maakt van, noem het maar, windmolens. Met verticale assen. Je maakt een muur en die biedt die beschutting. Wij hebben voornamelijk zuidwestenwind. Dus die muur die kan de zuidwest of noordwest of zo. Die houdt hem buiten dinges, buiten schot. En dan maak je verschillende van die muren. Dus dan heb je ook, als je dan een noordoostenwind een keertje krijgt, maar die wordt heus wel ergens gebroken weer. Dat je die turbulente stroming van een storm, dat maakt heel veel dingen kapot. Hè? En dat die stroming gebroken wordt door die, noem maar, windmuren. En die mogen er ook uitzien als muren. Het gaat erom dat het daarachter windstil is. Dan kunnen de plantjes lekker groeien. En je beurt die windenergie. En
Een credo is dat als je iets wil van... bij computers heb je dat ook. Hè? Je kan je programma heel snel maken of heel veel gigahertz en klokfrequentie. En dan maak je een hele geweldige... een Cray-computer bijvoorbeeld. Een hele snelle, hele grote, ongelooflijk monden. Ja, dat kan, dat kan. Wat je ook kan doen, is dat je een hele hoop kleintjes neemt. En dan ga je parallel verwerken. En het voordeel, of de economie daarvan, is dat die kleintjes, die kunnen heel makkelijk in massa worden geproduceerd. En als er eentje kapot gaat, nou, is niet erg, gewoon een kleintje kapot, vervang je even. Hè. Het is niet zo lomp en groot. Want een Cray-computer, ja, als je er eentje wil, jongen, en dan komen ze eerst langs en dan gaan ze de ruimte opmeten en dan krijg je hem. En dan staat hij er ook als een huis. Heel groot. En je kan ook allemaal kleintjes nemen. En daar moet je een balans tussen vinden. En de taak van ieder windmolentje is om de wind te breken. Voor die windstilte. En je wil zo hoog mogelijk. We zeggen... Die Twin Towers, die waren 400 meter hoog. Nou, dat vind ik wel erg hoog. Maar 50 meter, 100 meter. Zo. En waarom niet variabel van hoogte? Nee. En wat je dan nodig hebt, is dat je begint met een fundament te leggen. En dan ga je er maar stenen bovenop stapelen. Stenen genoeg. Met je metselen. En dan kan je ook uitzichtpunten, restaurantjes, dat maakt niet uit wat. Maar overal staan van die windmolens. Maar daar kan je toch prima dingen mee doen, hoor. Kantoren kun je erin vestigen, waarom niet? De auto's parkeren. Ja, op het platteland heb je dat niet echt nodig. Ja, we hebben winkels natuurlijk. Ja, waarom niet? Maar vooral dingen als ijskoopbarretjes en andere dingen waar je koffie kan drinken. Een groot woud van allemaal van in de rond te draaiende verticale windmolentjes. In patronen. Chaotische patronen. Maar maak daar maar een kunstwerk van. Oh, hier kan ook nog een windmolentje tussen. En overal waar je maar makkelijk bij kan. En dan kan een verticale as. En die kan je er bovenaan stabiliseren. Huppakee, molentje erbij. Ja, grote molentjes, kleine molentjes, maakt niet uit. Volgens mij is het ook mogelijk, hè, dat je met een verticale as, dat je meerdere bladen door elkaar heen kan laten draaien, zodat de wind eerst gebroken wordt door de buitenste cirkel, en dan wordt die gebroken door de binnenste cirkel, en dan door die wind wordt totaal gebroken. Alles wordt opgeslurpt. Elke frequentie gaat eraan. En die dingen die zijn stormbestendig per definitie. Daar moet je ze op af kunnen regelen. En wat je moet doen bij zo'n machine, waarbij je al die verticale asjes hebt, dat die asjes die hebben dan, dat zit in een dynamo
En die dynamo die draait in de rondte, daar gaat het dan om. Magneten met een spoel. En dan krijg je een voltage rond de haard. En wat ga je doen met die stroom? Nou, die stroom die kan je ook kort sluiten. En dan gaat dat molentje het heel moeilijk krijgen om in de rondte te kunnen draaien. Want er wordt heel veel elektra weggezogen door een kortsluiting. En die kortsluiting, die dingen gebruik je natuurlijk. Je gaat hem belasten. Daar moet je dan, denk ik, dat moet je met een computer doen. Dat de computer weet aan de rotatiesnelheid van een molentje, of die gaat echt als een debiel in de rondte, ja, die moet belast worden. Straks draait hij zichzelf kapot. Hè. Maar dat kan een computer doen. En dan sleur je de maximale windenergie uit de wind. En komt er een storm, ja, dan moet je ook tegen kunnen. En sterker nog, als er storm komt, dan kan je daarna gelijk een feest gaan geven. Want dan heb je een partijtje kilowattuur binnen, jongen. En dat wordt beuren. Ja, storm, morgen windkracht 10. Yeah! En dan kijken of die muur het houdt. Maar dat moeten wij toch wel voor elkaar kunnen krijgen, dat die muur niet omvalt door een storm. Hè? En dat alle dingetjes niet kapot draaien. En dan maar kijken naar die energiemeter. Wat hebben we gebeurd? Kijk, wij hier in Nederland, wij hebben zoveel petajoule per jaar nodig. Punt. En windenergie, het is zo onbetrouwbaar als wat. Dus waar moet je ermee? Maar als je ook die tweede functie hebt, ja, van een windmuur, en dat je een windvrije zone hebt, want wat heb je nou aan wind normaal gesproken? Helemaal niks. Zelfs mensen vinden het niet eens leuk. De zeelui vroeger met die zeilbootjes. En, ja, dan is wind leuk, maar voor de rest helemaal niet. En zo kan je dus een windstille zone bouwen. Te beginnen, ik zou denken, Groningen. Een beetje creatief zijn. Dat moet kunnen. En als je het heel slim doet, hè? De truc is dat als je een object in een turbulente stroming plaatst. En een turbulente stroming, net als de laminair. Er zijn twee soorten stromingen, laminair en turbulent. Nou, laminair, dat komt bijna niet voor. Dat kan wel, onder laboratoriumomstandigheden. Maar meestal is het turbulent. Zo goed als 100%. Nou, dan heb je die turbulente stroming en die gaat bovenin harder dan onderin. Echt waar. Dan neemt hij enorm toe. Nou, dan heb je boven heel veel windenergie en onderin zo goed als niks. Ja, vind je het gek? Want die windenergie die raast over het aardoppervlak en die verliest zijn energie onderaan de grond. Door die windenergie gaan er bomen buigen. Nou, en dan wordt die windenergie omgezet in warmte. Die boom buigt en die gaat er weer terug en weer buigen. En wordt die boom die wat warm. Dan zit die boom helemaal niet op te wachten. Maar dat gebeurt dan wel. Kijk, en dan gaat dus die windenergie aan de onderkant, die verdwijnt in het niets. En daarom heb je aan de grond weinig windenergie. En erbovenin zit dus reet te veel. En als je nou een toren bouwt, wat je dan krijgt, is dat er rondom die toren ontstaat een werveling.
Het mooie, even een mooi woord uit het Latijn, een vortex. Dus je krijgt een vortex. En wat een vortex, wat die doet, is dat die windenergie die er bovenin zit, die wordt door het object naar beneden getransporteerd. Dus die windmuur aan de bovenkant, daar hoeven helemaal geen molentjes te staan. Er moeten torens staan. En die trekken die windenergie van boven naar beneden toe, waar die windenergie wordt opgegeten door al die windmolentjes. Nou, grote windmolens die tegen een stootje kunnen, en die zijn er ook voor het geval van de storm. Dat die grote jongens gaan draaien en dat ze de lagere frequenties, die worden al afgevangen door die grotere windmolens, allemaal met verticale assen. En dat die kleintjes het dan minder te verduren hebben, maar die draaien ook mee. Alles gaat draaien. En de centrale computer die regelt de belasting. Welke molentjes mogen wel wat harder draaien. Dus daar moet de belasting minder. Als ze een beetje in beweging komen. Want ze moeten allemaal draaien. Niet ergens een molentje stil laten staan. Zo'n molentje wat te langzaam draait, dat moet minder belast worden. En een molentje wat te hard draait, dat moet meer belast worden. Zodat je die windenergie gelijkmatig verdeelt over al je molentjes. Nee, er wordt een ongelooflijk leuk HBO... onderzoek dinges uitvoeren. Hebben die HBO'ers ook wat te doen. Dat is heel praktisch namelijk. Gewoon alle molentjes aan het draaien houden. Hoeveel molentjes hebben we? En waar staan ze? Nou, sensoren moeten erbij. Elke dynamo, daar moet dus ook een temperatuursensor bij. De dynamo mag niet te heet worden. Ja, met de fabrikant moet je er afspraken over maken. Wat kunnen ze hebben? Oh, controle dingen. Het lukt me. Als wij als Nederland soeverein zouden zijn. Met een soort Willem de Zwijger erbij. Ja, misschien dan wel, hè. Maar over dit soort dingen, dat hele praktische nadenken. En ook doordenken. Alles wat je doet in een samenleving heeft lange termijn gevolgen. En is iedereen het ermee eens? Dat soort dingen. En dat iedereen er ook benefiet van heeft. Zo'n windmuur, je kan het uitrekenen hoeveel kilowattuur, dus joules, hoe dat per jaar oplevert. Alleen het aanbod is wispelturig. Dat is alles. Dan krijg je bij wijze van spreken, het gaat stormen en dan ineens is de stroomprijs zo goed als naar nul. En iedereen wordt gevraagd om de radio aan te doen. Want het stormt zo. En dan moet belasten, dan moet de kortsluiting maken. Iedereen lampen aan, want het stormt. Doe de sauna aan. Waarom, Piet? Nou, het stormt, er is een overvloed aan elektra. Nu de sauna aandoen. Ja, lekker man, dan gaat het stormen. En dan heb je me toch een hete sauna. Het is helemaal niet zo moeilijk om dat te regelen.
bij wijze van spreken krijg je nog subsidie als je een sauna aanlegt in je tuin. Want zo moeilijk is dat niet, hoor. En dan kan jij, als het dan stormt, nou, dan moet jij wel naar de sauna. Of je buren. Anders raakt het elektriciteitsnet overbelast. Wat moeten we dan gaan doen? Maar daar moet je ook een backup voor hebben. Niemand gaat naar de sauna en wat moeten we met die elektra? Ja, dan moet je dan plan B hebben. Maar je kan van alles ermee doen. Maar elektra kan je omzetten in chemische energie. Nou, chemische energie, dat is dan, dat kan je in vaten stoppen. Dan heb je een vat met chemische energie. Heb je wel rendementsverlies, maar dan nog, het is beter dan niks. Dus dan heeft het keihard gestormd en dan heb je een hele trits met waterstofcontainers. Alleen maar waterstof, plofgas. Als je daar de hens in steekt, dan moet je ermee oppassen ook. En dan zeg ik kaboom. Heb je gezien bij die Hindenburg? Leuk hoor, waterstofgas, maar geen vlammetje erbij, want het boom. Die Hindenburg, dat was dat luchtschip. Zo'n ballon met een dingetje eronder. Wat moet je dat noemen? Niet een bakkie, want je kan er met z'n allen in zitten. Door raampjes kan je naar buiten kijken. Een koets. Ja, dat is van waterstofgas hadden ze dat ding mee gevuld. De kaboom. Oh, dat was heel snel afgelopen. Ja. Nee, het is heel erg. Heeft dat lopen stormen. En dan allemaal van die hoekloze containers. Of biervaten. Maakt me ook niet uit. Zoiets als een biervat. Ja, maar vol met waterstof. En waarom niet? Dat is toch wel onzin. En dat we lekker met z'n allen gaan zijn. Niet meer luisteren naar al die corona-onzin. Ik vind het best zielig voor ons, hoor. Serieus. Ik vind het echt zielig. Maar ja, het zat eraan te komen, hè. Arthur Schopenhauer heeft gezegd, het allerergste komt nog. Ik vraag me af wat hij bedoelde. Dit? Dit kan niet het allerergste zijn. Maar wat bedoelde hij dan wel? De Tweede Wereldoorlog? De aanslagen van 11 september? Ja, wat bedoelt u dan? Wat is dan het allerergste? We hebben helemaal nooit helemaal niet gehad. Punt. Gebeurt eigenlijk helemaal nooit, Ben. Oh, en dit is geen grapje, hè? Ik ben langs geweest bij de Theosofen. Ja, maar Perry, dat is van Helena Petrovna Blavatsky. Wat vertel je me nou? Dat soort dingen. Jij bent toch van de Bijbel? Ja, nou, ik ben ook slechts op bezoek geweest bij hoerenbuurten. Om te kijken, wat is het eigenlijk? Ik heb er nooit van mijn leven voor betaald of zo. Maar ja, goed, dus ik ben bij de Theosofen geweest. En dan kan je er heel eerlijk bij vertellen. Dus het is niet totaal knettergek. Dat kan je niet zeggen. Ze zijn niet totaal knettergek. Nee. Ze zijn knettergek. Dat is ook leuk. Er is helemaal niks mis mee. En er was de pauze. En ik had mijn biertje gedronken en mijn shakkie gerookt.
op een of andere manier kon dat dus in die dagen nog. En ik wandel terug de zaal in en er stonden Flip Whisky en Barend Voorham. Met elkaar de zaken even door te nemen. Nou, de avond gaat goed, vind ik zelf. En, ja, het publiek is ook in de stemming. En, ja, ik ben erg tevreden. En ik heb daar even Luistervink gespeeld. En nou is de vraag of ze dat in de gaten hadden. Dat is de vraag. Dat weet ik dus niet. Want dat waren linkerjokers. Dat weet ik dan weer wel. Wie heet er nou Barend Voorham? En wie heet er nou Flip Whisky? Snorri hoor. En ik stel mij verborgen op. Het was in de buurt van de leestafel. En gewoon een beetje tegen de muur leunen. Van ja, nou, zo dadelijk gaat het weer beginnen. En dan hoor ik die ene tegen die andere zeggen. Ja, er is iemand teruggekeerd van Auschwitz. Die daar tot inzicht kwam. En tot inzicht is gekomen in Auschwitz. En dat hij zag dat bij het appel. En dat was dan denk ik op het noorden. Ja, dat moet dan wel. Het appel. Dan keek iedereen naar het noorden. En dan kwam de zon op aan de rechterkant. En dan bij het avondappel. Dan ging de zon linksonder. En toen viel voor hem het kwartje. Kijk, als we zo gaan beginnen, dan zijn er in Auschwitz dus plotseling leuke dingen gebeurd. En dan weet jij het ook helemaal niet meer. Nou, was Auschwitz dus kennelijk helemaal niet zo klote als dat ze allemaal vertellen. Als je de Flip Whisky en Barend Voorham moet geloven. En ik kan me bijna niet voorstellen dat die gozers dat verhaal uit hun duim hadden gezogen. Ik denk daadwerkelijk dat dat dus, dat er zo'n getuigenis is geweest. Dat is heel vervelend, hè, met die holocaustontkenning. Hè? Ja, we zouden het hebben over windenergie, maar met die holocaustontkenning. Hè? Daarmee wordt een soort gordijn opgeworpen voor ja, ieder onderzoek naar wat er eigenlijk precies aan de hand is geweest. Want anders ben je antisemiet. Dat is gek, hè? Vind je niet? Dat is vreemd. Of anders gezegd, we zijn genaaid. Genaaid, gestikt en ingebonden. Als idioot verhaal van de maanlanding. Het is ook weer zoiets. En je moet het allemaal maar geloven. Want anders dan ben je niet sociaal. We moeten allemaal hetzelfde geloven. Want we zijn naar de maan geweest en vaccinaties, dat hoort erbij. En ik wil helemaal niet gevaccineerd worden. Het eerste vaccin, dat was een jezuïet. Dus een jezuïet heeft het hele idee uitgevonden om mensen met een holle naald allemaal viezigheid in te spuiten. We spuiten je viezigheid in en dit is goed. Daar word je beter van. Godverdomme. Ik heb al moeite met pillen. Met mijn huisarts, die schreef mij ijzer voor. Hè? IJzerfluoride. En toen heb ik dus
Ik was weer bij hem en zei, ja, en hoe zit het met het ijzerslikken? Ik zeg, nou, daar heb ik nog een vraag over. Mijn ijzergehalte in mijn bloed is laag. Oké. Okay. Dat kan ook een natuurlijke oorzaak hebben. Die zo hoort te zijn. En dan ga ik ijzer slikken en dan ongetwijfeld die ijzerfluoride, ja, dan stijgt je. Maar is dat wel gezond? Voor mij. Misschien heb ik wel een infectie. En dat ik het ijzergehalte in mijn bloed laag is omdat ik een infectie heb. Dan moet mijn ijzergehalte niet omhoog gebracht worden. Dat is hetzelfde als dat je wanneer je koorts hebt, dat je dan een ijsbad gaat nemen. Ah, die man die... Nee, ja, niet gezeuren, ik ben niet de dokter. En als jij wil dat ik doorga, is het wel noodzakelijk dat. Nou, dan ben ik toch maar gaan slikken. En toen kwam corona. En toen is er nooit meer een bloedonderzoek gedaan. Dus ja, die ijzertablet heb ik ook helemaal voor niks geslikt. Het was niet eens lekker of zo. Maar ik heb het overleefd. En dan injecteren. Ja, kom, ga toch weg. En dan ben je gek. Ik vind dat je al gek bent wanneer je cocaïne snuift. Dan ben je al niet goed bij je hoofd. Dat klinkt gek, hè? Maar dit bedoel ik letterlijk zo. Cocaïne en speed en dat soort dingen, dat stop je in je mond. En daar begint het. Dat heet smaaksensatie. En dan komt dat spulletje lekker naar binnen. Het is ijzersmaak, daar valt het onder. Dus je hebt zoet, je hebt zuur, je hebt zout en je hebt ijzer. Zoiets was het. Zoet, zuur, zout, ijzer. Zoet, zuur, zout. En peper, dacht ik, hè? Dat valt in de categorie ijzer. Het heeft op zich geen smaak, het is alleen heel heet. Denk je dan. Het is helemaal niet heet, maar je zegt, oh, wat heet. Dat is ijzer. Nou, cocaïne. Ja. Het is een beetje, dat is zo'n hele business eromheen. En dat vind ik ook van speed. Maar als het er is, ja, waarom niet? En dan stop je in je mond. Een beetje een vingertippie in je mond. Goed proeven. Ja. En dat is niet met een naald. Heroïne spuiten, ben je helemaal gek geworden. Maar heroïne roken, ja. Dus waarom niet? Het is belangrijk dat je bij de beschouwingen, hè, dat je ook die rustige houding aanneemt. Helemaal nergens een probleem van maakt. Behalve als mensen met holle naalden, rotzooi, gepatenteerde ielkmeuken in je willen gaan spuiten. Dat is echt het moment om te gaan zeggen van, heer, mag deze bittere beker aan mij voorbij gaan? Dat doe je toch niet? Nou, de limit is een beetje dat je... kan je dus doen en dan gaan we echt smerig doen. Nou, hè? Heb je wel iemand voor nodig die daarbij helpt? Hè? Een trechter in je bips. Nog makkelijker. Een tampon... door het helemaal in de wodka laten zakken. Maakt niet uit wat voor wodka het is. Rond de €3,99 of zo. In de aanbieding bij de Aldi. En zo'n tampon in de wodka laten zakken.
En dan flops in de bips. Ik zat net te denken van een trechter en dan giet je erin. Word je dronken, jongen? Maar dat is een beetje de grens. Je kan ook hash, kan je ook anaal nemen. Hoe is stoned, jongen? Zo knettig. Maar daar is, dat is echt de grens. Ja, een keertje leuk, dat is een zeilweekend of zo. Dingen een beetje vrolijk zien, hoor. Dat is dat nou. Oh, windenergie. Maar af en toe waait het en dan waait het weer niet. En dan doe er wat mee. Ik zie het helemaal voor me. Je een kunstenaar vraagt. Maak eens een mooie hoogtelijnenkaart van Groningen. En dat hij dan... Een beetje van die bibbellijnen en wiep en kunstzinnig en rondom de dorpjes en wiep en iedereen uit de wind. Allemaal vogeltjes die mogen er allemaal, want die blijven heus wel weg bij die verticale molentjes, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar er komen dan ook vogeltjes en vogeltjes houden ook niet van storm. Een beetje thermiek, dat is wat anders, maar daar heb je nog steeds. Sterker nog, je krijgt meer thermiek. Ja, natuurlijk. Ja, ook dat nog. Als je maakt van die windmuren en dan daarbinnen krijg je thermiek. Dus van die stijgende lucht. Ja. Krijg je een andere wereld. Dan ga je dus het klimaat veranderen. Oh jezus, straks stoomt Zeeland weer helemaal vol met water... doordat ze in Groningen van die windmuren hebben gebouwd. Ja, ik zeg maar wat. In die zin, daar moet dan ook iedereen van tevoren eerlijk toegeven... dat als we dit echt gaan doen... Hè, dat kan klimaatverandering tot gevolg hebben. Denemarken kan daar... Ja, dat kan. Dat ze daar minder regen krijgen, bijvoorbeeld. Ja, je weet het niet, dus ik zeg maar wat. Ja, misschien valt het allemaal wel mee, maar dat we van tevoren ook met elkaar afspreken van... Ja, we weten niet, de echte hele lange termijn effecten, dat weten we niet. Maar we weten wel hoeveel kilowattuur het per jaar op gaat leveren en... Ja, voor mij maak je ook nog een schadefonds. 10% van de bruto huppeltje puppen wordt gestort op een G-rekening. Voor het geval er toch ergens iets fout gaat. Ja. Maar dan moet je ook niet te hoog laten oplopen, hè, tot een maximale vergoeding van zoiets. En als dat geld, ja, maar dan moet je dan ook weer investeren. Maar goed. Je snapt al wat ik bedoel. Eerst maar eens die windmuren maken. Met ijskoolbarretjes. En het is eigenlijk niets meer dan een hele grote onderhoudsinstallatie... voor al die verticale assen. En regelmatig moet er even wat gecontroleerd worden of zo. Nou ja, dat hoeft eigenlijk ook niet. Want je kan bij iedere dynamo, dan monteer je een IP-camera, een IP-protocol-camera, die kost helemaal niks. En die camera's, daar hoef je ook zelf niet naar te kijken. Dat doet de AI wel. Dus, beeldherkenning. Dus, heb je van die camera's, die zijn continu gericht op al die dynamo's. En zo gauw er een aberratie is, zo piep, 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 piep. Maar dat is de AI, daar hoeft niet een mens bij te zitten. Een mens zijn sms'je, dinges, piep. Oh, schat, ja, dit is heel vervelend, ja. Ja, ik heb nachtdienst, ja. Ja, ik moet nu weg.
Ja, dan moet je even wat doen. Maar dat weet je dan wel. En de techniek, zo'n windmuur, die bestaat uit vervangbare onderdelen. Die hebben allemaal een nummer. Een artikelcode. Een artikelcode en een serienummer. Alles. Ja, boutjes niet. Maar dynamo's wel. Ja, en als er wat kapot is, ja, dan moet iemand er naartoe met een steeksleutel. Krr, 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 weer en wind. En hup, moet het ding eruit. Of alleen die kapotte weghalen. Als het stormt, moet die kapotte moet maar even weg. En dat is alles. Ja, dat moet een mens doen. Op oproepbasis. En voor de rest moet alles van automatisch draaien. Oh, man. Wat zullen de vogels daar blij mee zijn? Daarachter, jongen, daar kan je dingen laten groeien. En al die biologen van natuur en milieu, daar zitten ook mensen die heus wel ergens verstand van hebben. Allemaal erin en die mogen allemaal tekeningen maken. En daar willen we dit zien, daar willen we dit zien. Kijken wat je wint. Wat je wint, met een D. Hè? Hele maatschappelijke veranderingen. En eindelijk is windenergie wel leuk. Want dan kan je met je kinderen omhoog gaan klauteren. En bovenin heb je de ijskober. Heb je ook nog de wodka-bar. Met leuk uitzicht. En het trilt de hele tijd. Ja. Dat heeft een oceaanstomer ook, hè? Of een trein. Ja, je zit wel de hele tijd in dat gebrom, ja. Je voelt het toch, als je aan de tafels voelt. Dat trilt een beetje. Maar het staat lekker stevig en het levert wat op. En dan ben je toch klaar? Dan hoef je toch verder helemaal niks meer. Hoe stenen, ja, die slijten niet, hoor. Een beetje goede steen neemt. En ook daar moet je er ook weer over nadenken. Wat gaan we doen als die stenen versleten zijn? Want op een dag is het natuurlijk zover. Als je het echt duurzaam aanpakt, ja, dan heb je allemaal ronde steentjes. En, ja, en het slijt maar door. Ja, dan moet je misschien... Tegen die tijd, dan gaat de kunsthars overheen. En dan blijft het staan. Denk ik. En jongen, een beetje goede fundamenten. En staal, lijkt mij voor de hand liggend. Dat is koolstof en ijzer. Koolstof moet er altijd bij. Dus koolstof en ijzer. Dan heb je staal. Dat gaat niet kapot. Staat als een huis. Ingegoten in beton. En lekker diep. Maar dat is in Groningen geen probleem. Ja, dat hebben wij zo voor elkaar, joh. Oh, wat lekker. Voor die vogeltjes. En als je vogeltjes hebt, hè, dan vinden kinderen vinden op een of andere manier... Hè, kinderen vinden vogeltjes heel leuk. Dan krijg je ook meer kinderen. Dat is ook mooi. Ja, en als het stormt, dan gaan overal, gaat iedereen naar de sauna. Want er is zoveel storm, dus die elektra moet ergens naartoe. Nou, sauna's, die kan je ook kan subsidie krijgen. Ja. Nou, heeft iedereen een sauna in zijn tuin? Ja, meer maar een leuke wereld.
Mama, wanneer gaat het weer stormen? Ik heb het zo koud. Oh, kindje, nog even wachten tot november. En ik heb het nou al koud. Krijg je dat soort discussies? Hè? Ja, kindje, nou niet zeuren hoor. Want zo kan het, hè? Kijk, bottom line, zijn wij allemaal heel erg lief. En willen we dat het met iedereen heel goed gaat. Dat willen wij. En dan kijk je om je heen en dan zie je al die maffe mensen. Dan denk je, ja, waarom wil ik dat eigenlijk? Kijk je naar Ab Grapperhaus. Dan denk je, ja, waarom wil ik nou dat het goed gaat met Ab Grapperhaus? En het gekke is, dat wil jij dus wel. Jij wil dat het goed gaat met Ab Grapperhaus. In het geval van Ab Grapperhaus heb je reden om daarvoor te vrezen. Van, oh jee, als het maar goed gaat met die man. Met mij... hoef je er echt geen zorgen over te maken. Ik zeg niet dat het goed gaat met mij. Ik zeg niet dat ik goed ben. Ik zeg dat je je geen zorgen hoeft te maken. Want ik kan rekenen. En ik heb 2 brillen. En, ja, en ik kijk naar mijn geld. En dan denk ik, nou, ik hoef me geen zorgen te maken. Nou, dan heb ik namelijk meer. De familie en alles om me heen. En die is allemaal heel druk. Ja, wij houden niet van ruzie. Ik vind ruzie, dat vind ik niet. Ik vind dat we gaan geen ruzie maken. Daar hou ik niet van. Dat soort mensen. Ja. Dat is eigenlijk alles. En mijn werk, dat is hartstikke leuk. Ik heb nog nooit met zoveel plezier naar mijn werk gegaan. Ik heb mijn... ik heb management en die lui die zijn niet knijs. En daarmee ook ja, onaangenaam. En nu heb ik dat van me af laten glijden. En ik denk, och arm. Het is een schoonmaakbedrijf in coronatijden en die zijn dan... all in gegaan op de gehandicaptenzorg qua schoonmaak. En dat willen ze dan heel formeel aanpakken. En ze maken met iedereen ruzie. Ja, dat is niet handig. En ik ben ook uitgescholden. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3, wel 10 keer of zo. Dat krijgen we nou. Ja, dan moet ik je eerlijk zeggen, ik was behoorlijk op mijn pik getrapt. En... nu beschouw ik het beter. En heb ik medelijden met die mensen. Medelijden. In de zin dat ik ben niet jaloers van aard. Het is wel zo dat als het gaat om een ander zijn positie... is dat ik die andere kant van jaloezie... Dat is medelijden. De contra van jaloezie. Dat je denkt, oh, niet dat je zegt van ik ben blij dat ik jou niet ben. Dat is egoïstisch. Maar dat je denkt van wat vervelend dat het met jou niet zo goed gaat. Wat vervelend voor jou, en ja, dus ook voor mij, maar bovenal voor jou.
Dat is medelijden. Er is niks mis mee. Dat is een heel normaal gevoel. Hm, als we allemaal nog medelijden hebben met elkaar en ook met Abgrapperhaus. En Maxima niet te vergeten. Oh ja, en vergeet Franciscus niet. Met die man moet je ook medelijden hebben. Ook dat nog. En Bill Gates. Ja, dat is makkelijk om medelijden te hebben met Bill Gates. Bill Gates is heel makkelijk om medelijden mee te hebben. Want die is getrouwd met Melinda Gates. Nou, dan heb jij gelijk medelijden. Het maakt niet uit over hoe die heet. Maar als je getrouwd bent met Melinda Gates, dan heb je de zak van Sinterklaas. Dan ga je naar Spanje toe. Dat vind ik ook van Willem-Alexander. Om dezelfde reden heb ik heel makkelijk medelijden met Willem-Alexander. Ik weet in wat voor een wereld hij is opgegroeid. Hmm. En ze zeggen dan, hè, er komt een dag en dan is dat zo. Hè? Dan hebben wij medelijden met iedereen. En iedereen heeft medelijden met jou. En dan gaat het ongeveer 40 generaties. Ja, leuk. En dan wordt Satan losgelaten. And there we go again. Wat een hele moeilijke tijd was dat. Ik heb dat ingezien. Dat is best gek. Maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Dat komt straks wel. Eerst maar eens 40 generaties. Pais en vree en totale medelijden. Medelijd. Met z'n allen. 40 generaties lang. Niet seffers nog, niet strakkies, maar hoort er nog. Order, order. Nou, ik sta te popelen. Ik weet dat dat komt. Zoals, weet je wat ik weer? Blondie. One way or the other, I'm gonna find you. I'm gonna get you one way. Ja, zoiets. Het is een kwestie van inzien. Christus had zo'n mooie en die zei, ik weet dat sommige van jullie voor jullie heen gaan, voordat je doodgaat. Sommigen van jullie zullen zien dat het koninkrijk met grote kracht komt. Some of you will not taste death before King James. En dat is zo. Dus wij denken dat wij werken voor de AXO of de NK. Of dat is niet het werk. Als je werkt voor, noem het maar de AXO. Hè? Maar je werkt niet voor de AXO. Je werkt voor het koninkrijk. Snap je? Ik ben niet in dienst van CISA. Waar ik werk. Ik ben in dienst van het koninkrijk. En dat laat mij werken. Dat ik word daar weggezet. Dan gaan we even dat doen. Nou, dan moet ik dat eens gaan doen. Ja. Naar de normen en waarden van het koninkrijk.
Dus niet liegen tegen je naaste. Helemaal nooit niet. Dus ik zat bij de bushalte met lachenbekje en die waarschuwde mij voor die en die, daar moet je niet alles aan vertellen. Want die is van die club, dat is geen naaste. Haar, niet dat ze een kwaadaardig persoon is, maar ze is geen naaste. Dus als zo iemand aan je vraagt, hoe gaat het met je? Dan zeg je, ja, hartstikke goed. En dan zeg je niet wat ik tegen lachenbekje wel vertel. Wat verdorie, was vanmorgen weer. Hè? Ik word er spuugzaad van. Kijk, dat zeg ik tegen lachenbekje. En dan draaien we samen een checkje. Ja, we zijn ervoor lekker over klagen. Dat is de waarheid. Maar als die persoon er is, het is gewoon nee, behaar niet. Ja, dat is liegen. Dat is een valse getuigenis afleggen. Dat is een mooi weerspelen. Dat is liegen. Dat mag je niet doen tegen je naaste. Dat moet je niet doen. Gewoon helemaal niet doen. Tegen je naaste moet je bloedeerlijk zijn. Dat zegt Mozes. En daar heeft hij gelijk in. Er is niks aan de hand. Want je werkt niet voor die klootzakken. Helemaal nooit niet. Ik bedoel, wat mij betreft sta je in al je recht. Als je onder de uitkeringsparaplu zit. Wat maakt het uit? Wie jou je geld geeft. Het gaat erom dat je werkt. Voor het koninkrijk. En daar is altijd wat te doen. Altijd wat. En als jij gaat werken voor het koninkrijk, dan krijg je nog meer werk van het koninkrijk aangeboden. Dat hoort zo. Dat is logisch. Dat bedoelde Christus met zijn uitspraak: hij die heeft, zal gegeven worden. Snap je? En hij die niet heeft, die zal ontnomen worden dat wat hij heeft. Daarom moet je werken voor het koninkrijk. En niet voor je baas. Medelijden met je baas. Begrip. Op je blote knieën, in je klompen. Bidden. Bij wijze van spreken. Zo lekker rustig doen. De wereld hangt niet van jou af. Stop met dat idee. Hou ermee op. Wees blij dat wij blij zijn dat jij er bent. Dat alleen voor jou genoeg is. Nou, als andere mensen maar blij zijn dat ik er ben, dan vind ik het wel goed genoeg. Kijk, precies. En voor de rest je bek houden. Geloof me, dit is de strategie. Oh, je bek houden. Observeren und da sein und registrieren. We maken een register. Ja, iedereen zit tegenwoordig op Facebook, maar dat is één grote puinhoop. Ik kan niet op Facebook vinden wat iemand ooit gezegd heeft. Er is elke dag weer wat nieuws. Hou een register bij. Gewoon voor de lol.
De mensen schrijven dagboeken. Mijn dochter die had zo'n droevig verhaal. Ze zei, ja, als ik dan een hele goede bui heb, en dan schrijf ik iets op, en daarna voel ik me dan niet zo goed, en dan lees ik dat weer terug en denk ik, ja, toen was ik vrolijk. Ik kon wel janken. Ik heb toen ook gejankt. Ik heb dit een keer besproken in een beschouwing en toen barstte ik zelf in tranen uit. En die heb ik dus ook weggegooid. Daar zit niemand op te wachten. Ja, dat bedoel ik niet. Ik bedoel een register. Hou je banksaldo eens in de gaten. Kijk eens wat er gebeurt. Maak een grafiekje. Oh ja, neem een smart meter. Iedereen moet een smart meter. Dat vind ik, hè? Hou dat verbruik in de gaten. Ik heb ontdekt dat de waakvlam in mijn gaskachel, dat die mij €200 per jaar kost. Zoiets. Het is 2 tientjes in de maand. Zoiets. €18 in de maand. Een waakvlammetje. Hoppakee. Burn baby burn disco inferno. Dus ik heb geen waakvlam meer. Dat was het dus. Maar had ik geen smart meter gehad, dan was ik daar niet achter gekomen. Want ik heb dus daadwerkelijk hier in huis al mijn gastoestellen, alles uitgedraaid. En ik was die waakvlam vergeten. Zo ontdekte ik het. Takken, het is de waakvlam. En daarom iedereen een smart meter. Een slimme meter. En tegenwoordig heb je een slimme meter. Een dingetje moet je erbij kopen. Dat is een Raspberry Pi. Heel handig met kabeltjes, schroefjes, dingetjes. Klik, 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 klok, boek, boek, boek. En dan kan jij zelf via je lokale netwerk, kan jij je meter aflezen. Dan heb je grafiekjes. Als dan je kind, als iemand een lamp aandoet, of zie je hem zo omhoog schieten. Dan kan jij als huisvrouw, als manager, jij ziet het energieverbruik. Zoveel wat. Hoeveel wat wordt er momenteel gepompt? En wat koten zitten boven te gamen of te whatever. Ja, hoeveel wat? Is dat nodig? Terugschroeven die handel. En niet dat er een energietekort is. Dat is niet. Waar het om gaat, is dat je zuinig bent. Geen verspilling. Dat is de kunst. Er zijn in India van die Brahmanen, heilige mensen. En die gaven heel erg om het vermijden van leed. Dus elke houding, het is alleen maar gericht op het vermijden van het veroorzaken van leed. Op alle fronten. Dus dan zijn we ook veganistisch en nou, je kent het wel. En die liepen in hun blote bibs over straat. Want als zij een kleed zouden dragen, dan zou daar een insect verstrikt in kunnen raken en sterven. Door de ijdelheid van de monnik. Nou, en die ijdelheid die moet die monnik dan afleggen door in zijn blote bibs over straat te lopen. En dan ook oppassen dat hij niet op een beestje stapt. Dus dan heeft hij ook een bezempje.
dat die de straat die duidelijk maakt dat al die insecten en alles wat er maar zit, dat het opzij gaat, want hij komt eraan. Heel voorzichtig. Geen leed. Dat is een mooie gedachte, toch? Een mooie, zuinige gedachte. Ja, het ziet er niet uit, maar dat is het enige. En het werkt niet voor vrouwen. Dat is dus ook weer een punt. En dat kan niet in het noorden. Dus dan vriest je piemel eraf. En toch zit er wat in. Dat is mijn mening, hè? Toch vind ik het een prettige gedachte. En ik wil dat jij ook zo denkt. Een beetje ruim denken. Dat je bij alles denkt, van, ja, nou, daar zit ook wat in. Ja. En die windmuren daar in Groningen, Friesland, ja, daar zit ook wat in. Als je daar helemaal wild in gaat worden, dan ga je van die windmuren, die ga je bouwen boven de, ja, in de Waddenzee. Jeetje, dan krijg je daar een ecosysteem, jongen. Ik kom al vogeltjes. Dan krijg je veel meer vogeltjes. Ik zou het ook wel weten met Nederland. Ik zou dus onze stront, hè? Al het afval, hè? Alles dumpen in het IJsselmeer. Van het IJsselmeer, daar maken we één grote poepzee van. Met alles, hè? Fosfaat, nitraat, maakt niet uit. We dumpen alles in het IJsselmeer. Dode koeien ook. Moeten er weer ganzen geruimd worden of zo? Whatever. Al die kadavers, allemaal in het IJsselmeer. Ja, dat is groot genoeg, hè? Krijg je een partijtje paling, jongen? Dat wil je niet geloven. Dan kruipen de palingen, die kruipen in de herfsten door de tuinen heen. Het is best lekker hoor, paling. Maar we hadden het over windenergie, hè? En het ging over een manier van denken. En ik eis dat je ook zo gaat denken. En leeft uit medelijden. Doei, lieverds.